Het Bunnerveen leek enkel geschikt om turf en blak te winnen en plaats te bieden aan zwarvers en schooiers. Maar de plaatselijke bevolking was niet zonder meer bereid het veld- en veengebied uit hand te geven aan een rieke heer uit Rome die belang had bij de grond. De Bunner boeren die werden al winderig bij de gedachte. Maar gelukkig had Bun een poort in later meer te bieden. De boeren en hun arbeiders naar de eerappelbaan dreef halen. De bok schuimde de roet en dit neurige mensen die zelf de pokkel wel bedekt hadden, oet om gloeperig over de overgestreng te lopen. En het was echt niet alleen de jeugd die zich aan dat loeren schuldig maakte.